De vorige keer heb ik het ook op internet gezet. De vorige preek ging over genezing. Maar ja, ik vraag me af of er wel eens iemand naar kijkt eigenlijk. Wie heeft er naar gekeken eigenlijk? Ach, gelukkig. Dan doe ik het niet helemaal voor niks. Nou. Ja, ik twitter ook, hè. Dus iedere keer als er wat op internet komt, dan zet ik het ook op Twitter. En ik merk ook dat er verschillende zijn die ook Twitter volgen. Dus de tegenwoordige multimedia, massamedia, die staan ook mij ten dienste. Ik ben erg dankbaar dat ik er nog gebruik van kan maken. Je kan er heel verkeerd gebruik van maken, van internet en zo. Maar gelukkig kun je het ook op een goede manier doen. Net met de boekdrukkunst. Het was ook hetzelfde. Je kan goede boeken lezen, je kan slechte boeken lezen. Zoals met internet ook. En je moet echt de Heer krachtig bidden om bewaring voor alles wat er aan akelige dingen op internet te zien is. Maar de Heer die wil dat wel. Die geeft je royaal ook de mogelijkheid om aan de goede kant van de lijn te blijven. Ik wou beginnen met een zegenbede van Paulus uit de Colossensebrief. En daar staat dit. Vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder. En dan komt het vers 2. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus. Te Colosse. Genade en vrede zij u van God, onze Vader. Nou, dat wil ik jullie ook en mezelf ook toewensen. Dat we heilige en gelovige broeders en zusters zijn in Christus. En dat Gods genade en vrede ons ook ruim ten deel zullen vallen, ook vanmorgen. Ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste woordje van twee letters in het Nieuwe Testament. En dat is het woordje in. Dat staat hier ook, hè? Gelovige broeders in Christus Jezus. In Christus. We hebben het een vorige keer zo getekend. We hebben een vergelijking getrokken met de zon. Is de zon zo, en dit ben ik, zo. En we staan vreselijk ver van de zon af. Maar het leuke is dat we toch in de zon kunnen zitten en kunnen staan en kunnen wandelen. De zon is heel ver weg en toch kunnen we in de zon zijn, in de zonneschijn. En dat is eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, de geest van de zon, die is overal. De zon zelf is ergens ver weg. Maar de geest van de zon, hè, dat is het diepste wezen van de zon, dat is overal. En alle eigenschappen van de zon, die zijn ook aanwezig in de zonneschijn. Dus energie en licht en warmte, alles is ook hier op aarde van de zon te beleven. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus, met God en met Jezus. Ze zijn in de hemel, maar hun geest, hun diepste wezen is overal. Het is niet aan plaats en tijd gebonden. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen was hij maar op één plek, kon hij tegelijk zijn. En zijn geest was beperkt tot zijn lichaam. Dus hij leefde ook zo. Dus we zijn allemaal in de zon. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we, wat God betreft, dat we niet alleen in hem zijn, maar dat hij ook in ons is. Zo, dat is eigenlijk de gemeenschap die we met God mogen hebben. Dus wij in hem en hij in ons. Toen hij deze op aarde was, leefde hij ook zo. Het was, zijn geest was ook beperkt tot zijn lichaam. Maar nu die naar de hemel is, hij zei van, ik ben in mijn vader en mijn vader is in mij, zo leefde hij. Maar toen hij naar de hemel ging, toen kon hij zeggen, hij kon zeggen van, ik ben ver van de... Van de Heer in de vreemde, om zo te zeggen. Hij was nog niet in de hemel. En toch kon hij al zeggen van, ik ben in mijn vader en mijn vader is in mij. Maar nu is het zo dat zijn geest is niet meer gebonden aan die plaats van zijn lichaam en ook niet aan tijd. En nu is hij dus ook overal aanwezig. En we kunnen, dat is een onderwerp apart hoor. We kunnen dus in God zijn, in Jezus. En Jezus en God de Vader, die kunnen ook in ons zijn. Dat is een hele mooie tekst. Er wordt vaak overheen gelezen, omdat we er niet zo goed weg mee kunnen. Maar dat staat in Johannes 14. Ik kan niet nalaten om dat even te
zeggen, want het is zo belangrijk dat we dit gaan beleven ook. Johannes 14. Johannes 14. En dan staat er in vers 23. Indien iemand mij lief heeft, ik hoop dat we het allemaal dat kunnen zijn, hè, dat we mensen zijn die hem lief hebben. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Dat is ontzettend belangrijk, zijn woord bewaren. En dan komt het, en mijn vader zal hem lief hebben. Ja, als we Jezus lief hebben, dan heeft ook God de Vader ons lief. En dan staat er, en wij, mijn vader en ik, zullen tot hem komen en bij hem wonen. He, dus God, he, dus we zijn een tempel van de geest, de Heilige Geest. En dat betekent dat we een tempel zijn van God. En een tempel zijn van Jezus, he, dat hij in ons is. En dat wij in hen mogen zijn, om zo te zeggen. Goed, dat is een onderwerp apart, maar dat is even om ons geheugen op te frissen van een paar jaar geleden. Toen hebben we dat uitgebreid behandeld. Nu begin ik met heel iets anders. En misschien reizen je haren ervan te bergen. Maar ik ben 2 dagen geleden ben ik naar het congres gegaan van de Jehovah's Getuigen in Gent. Toen was ik daar met 4000 Jehovah's Getuigen. Een hele dag. Ze hebben 3 dagen congres. Ja, ik heb er maar 1 dag ben ik er geweest. En dat was wel rijkelijk veel, moet ik zeggen. Want als je nagaat wat ze daar doen, de hele dag door hebben ze allemaal lezingen over allerlei onderwerpen. En tot mijn verbazing zit dan iedereen ook aandachtig te luisteren. Terwijl het zijn allemaal lezingen die mensen eigenlijk zo van een, nou niet helemaal van een papiertje aflezen, maar het zijn allemaal voorgekookte lezingen die door het besturende lichaam, door het hoofdkwartier, geschreven zijn. Dus overal, over de hele wereld, krijgen die Joodse getuigen dan die geschriften. En dan mogen ze wel wat toevoegen met eigen woorden, maar het is de bedoeling dat ze zich houden aan de outline van de tekst. Dus je krijgt daar echt elk uur, hè, dus vanaf 9:30 tot 5:00, achter elkaar, met een lange pauze ertussen wel, achter elkaar allemaal lezingen te horen. Die allemaal voorgekookt zijn. En nou ja, het is interessant, maar het is niet, ja, het is niet uit de eerste hand, om zo te zeggen. Het is allemaal gereproduceerd van wat er gezegd is in het hoofdkwartier. En dan vraag je je natuurlijk af, wat moet je daar dan doen? Hè? Wat doe je daar nou toch? Jongens, ik heb vanaf het begin af aan, 15 jaar geleden begon dat, heb ik een zwak gekregen, een hart gekregen of liefde gekregen voor deze groep mensen. Tot mijn verwondering eigenlijk hoor. Want normaal gesproken, als je het over Joodse getuigen hebt, ja, dan heb je, oh, oef, dan heb je ze aan de deur. En dan voel je, ja, dan word je een beetje onrustig, want ze komen met allemaal onderwerpen waar je nooit over nadenkt. En ze hebben argumenten waar je ook niks tegen in kan brengen. En ze hebben een manier van discussiëren waar je geen spel tussen kan krijgen als je niet uitkijkt. He, dus ja, meestal dan als ze aan de deur komen en ze bellen, je doet open. Nee, dan heb je geen interesse, want je denkt, ver van mijn lijf. En dan wordt ook tegen gewaarschuwd, hè? Tegen sekten en zo. He, want als je ingepakt wordt, nou, dat is niet zo best. He, maar van het begin af aan heb ik, 15 jaar geleden begonnen dus, contact gekregen met Joodse getuigen. Mijn tante die werd Joodse getuige in de eerste plaats. Een heel lief en toegewijd mens. En toen in Aalsmeer, waar ik woonde, ja, kwam ook die Joodse getuige aan de deur. Net zoals bij jullie allemaal. Hè. Iedereen heeft met Joodse getuigen te maken. Daarom durf ik er ook over te praten hier. Dus niemand die zegt, ja, dat is ver van mijn bed. Iedereen krijgt ermee te maken met die mensen. Dus, en ik wil alleen maar iets vertellen erover, om te laten zien dat misschien dat we toch een kijk hebben op die mensen. Dus een image gekregen hebben, een indruk van die mensen hebben gekregen die je hebt overgehouden van die ontmoetingen aan de deur. En daardoor schrijf je die hele groep helemaal af. En in zekere zin ook wel terecht, want ze komen met dingen die eigenlijk die niet goed zijn. Maar als je achter de schermen gaat kijken en je krijgt de mensen echt, je leert ze kennen, dan, en dat is in mijn geval gebeurd, dan krijg je zo'n bewogenheid met die mensen. Omdat zijn mensen die er helemaal voor gaan. Die hele groep, dat zijn allemaal mensen die echt oprecht
100% voor God willen leven. Nou, waar kom je dat tegen in de gemeente? En niet alleen dat ze 100% voor God willen leven, maar ook alles ervoor opgeven en alle tijd eraan besteden. Alles opzij zetten daarvoor. Nou, dat alleen al, dat geeft me zo'n bewogenheid met die mensen, omdat ze helemaal op het verkeerde been zijn gezet. Ze willen zo graag, maar ze weten niet hoe. En ze worden in zo'n isolement gebracht, dat ze buiten hun eigen kringen hebben ze geen contacten met mensen. En de christenen die ze ontmoeten aan de deur, die reageren alleen maar, in het algemeen gesproken, alleen maar negatief. Dus ze krijgen ook geen duidelijk beeld van hoe het nou echt is. Je kan proberen om dat ze te vertellen, maar dan krijg je alleen maar een woordenstrijd en dat heeft weinig nut. Maar toen ik voor het eerst die mensen ook contact met ze kreeg, waren twee zusjes bijvoorbeeld, die waren pioniersters. En die waren fulltime, waren dus zendelingen om zo te zeggen. Nou, en daar kreeg ik zo contact mee. En dat was in de tijd, 50 jaar geleden, toen er een opwekking was in Nederland. Ik weet niet of je dat weet, in 50 jaar geleden had je Osborne. Hè, dat was een prediker die op Malieveld een geweldige massa mensen trok. En die de boodschap van genezing bracht. En dat is het begin geweest van een behoorlijke opmars van de Pinkstergedachte. Je had in die tijd ook Billy Graham, die in het stadion in Amsterdam sprak en ook in Rotterdam. En je had Youth for Christ, kwam naar Nederland overgewaaid. Hele nieuwe jeugdbeweging waar massa's jongens en meiden tot geloof doorkwamen. De navigators waren daar met hun methode om de Bijbel te leren kennen en teksten te leren uit je hoofd. Je had, wat had je nog meer? Ik heb het opgeschreven om niet wat te vergeten. Koffiebar, overal sprongen koffiebars kwamen, werden georganiseerd. Geweldig, dat zijn allemaal dingen die. En verdieping en activering waren weekends die georganiseerd werden, waar Anne van der Bijl onder andere bij betrokken was. En ik kwam een keer op zo'n weekend terecht, en dat is voor mij de oorzaak geweest dat ik, dat was 27, dat ik in een geestelijke stroomversnelling kwam waar ik nog niet uit ben tot op de dag van vandaag. En dus ik zat, ik was, dat over mijn oren, was ik enthousiast voor de Heer Jezus en voor het Koninkrijk van God. En ik was ook toegewijd en toen ontmoette ik mensen die ook toegewijd waren, maar aan de verkeerde, aan de verkeerde adres eigenlijk. Maar wel mensen die zo oprecht waren. En ik kreeg dus contact met die twee zusjes en die pioniersters. En wat je ook had, dat waren de zingende zusjes. Dat was het summum van wat noemen ze tegenwoordig, hè? Van gospel. Als je het nu hoort, dan moet je lachen hoor, want dat is heel ontzettend. Je kunt het bijna niet aanhoren, maar toen was het echt, het waren twee meiden die echt in de opwekking leefden en zoveel zegen verspreidden toen, dat ik had een bandrecorder gekocht om die platen op te nemen en dat speelde ik overal af, die zingende zusjes, ook in kampen waar ik de leiding van had, kinderkampen, nou, ze kregen er een staart van langzamerhand van die zingende zusjes, maar inhoudelijk was het zo goed. En die bandrecorder nam ik mee naar die twee zusjes van die Joopsgetuigen en die vond het ook prachtig, tot mijn verbazing. En er waren boekjes in die tijd. Ja, nou heb je hele boekwinkels vol met evangelische boeken. Maar toen had je maar een paar boekjes, hè, van Jan van Gijs. Geen woorden, maar kracht. En op zoek naar het waarachtige geluk. En ook een boekje over seksualiteit, het grote geheim. Dat nam ik ook mee voor die meiden. En ja hoor, dat lazen ze ook. En ze waren enthousiast, mag ik het hebben? Nou, op een gegeven moment heb ik ze ook uitgenodigd voor een weekend van verdieping en activering, waar Anne van der Bijl en zo bezig waren. Gingen ze ook mee, maar wel op de conditie dat ik een keer naar het congres moest gaan dan. Want dat zou een paar weken later georganiseerd worden. Nee, nou, dat is goed, daar ga ik wel heen. Nou, ze gingen mee. Nou ja, ik ga het niet uitgebreid vertellen. Want ik zou er een boek over kunnen schrijven, zo langzamerhand. Maar die meiden, die wisten niet wat ze overkwam daar. Nou, toen raakte ik getrouwd met Jammy. Ik sla een stukje over. En toen kwamen we in huizen te wonen. En wat gebeurt er? Tegenover ons verrees een koninkrijkszaal. Nou, dus daar had ik weer contact met ze. Hè. Dus ik ging erheen, naar die open dag natuurlijk. Je kreeg gesprekken met mensen. En ook weer gewone mensen. Dat is het grappige. Dat als je ze aan de deur krijgt, dan zijn ze geprogrammeerd. Dan zijn dat robots.
Maar ga je achter de schermen kijken, dan zijn het gewone mensen. Dat is, ja, jij en ik. Ja, allemaal wel netjes in het pak hoor. Ze hebben allemaal een stropdas voor. De mannen en de vrouwen die lopen er heel, ja, heel modieus bij. Hè? Een lust voor het oog, om zo te zeggen. Ja, maar voor de rest zijn het gewone jongens en meiden en mannen en vrouwen. En jongens, en ik kreeg dus zulke leuke contacten daar ook weer. Ook met een echtpaar. Hè? Die vrouw had kanker, dus ja, ik kwam bij ze thuis ook. En ja, dan kon je echt van hart tot hart met die mensen praten. Nou, toen gingen we verhuizen naar Groningen, naar Oost-Groningen, Finsterwolde. En wat gebeurt er? We hadden een winkeltje waar we eieren verkochten. Jammy verkocht eieren in de vrije tijd. En op een gegeven moment ik moest ook wel eens een keer mensen bedienen natuurlijk, als ze ergens anders was. Dan ging de bel, ja hoor, er stond een dame in de winkel, moest ook eieren hebben. Die woonde er pas. En die vertelde dat ze zo'n ruzie had met de buren, of tenminste moeilijkheden had met de buren. Daar een huis gekocht. Met een schitterend uitzicht over de weilanden achter. En toen had degene die ook een stuk land had gekocht daar, net achter hen, die ging er een schuur bouwen. Dus een hele uitzicht was weg. Op die mooie, op de koeien en het schapen en zo. Dus hadden die mensen gevraagd, joh, kun je die schuur niet ergens anders zetten? Maar nee hoor. We hebben zo'n moeite, zegt ze, met die mensen. Ik zeg, nou, zei ik tegen haar, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. He, want anders krijg je conflicten en dan kom je er niet meer uit. He. Dus probeer er redelijk positief op te reageren. He, want een ruzie hebben, die schuur die komt er toch. En als je een ruzie met die mensen hebt, dan is het dubbel erg. Oh, dat komt uit de Bijbel, hè, zegt ze. Ik zeg ja. Oh, gelooft u in de Bijbel? Ik zeg ja. Ik ook, zei ze. Ik ben Jehovah's getuige. Nou, met die mensen hebben we dus zulke leuke contacten gekregen ook. He, gesprekken, geen discussies, maar wel heel goede gesprekken. En op een gegeven moment, toen was ik jarig. Waren onze drie kinderen, die waren ze waren nog niet getrouwd. Hè? Waren nog geen van die getrouwd. Hè? En mijn familie was er. Allemaal toegewijde mensen. Ik denk, joh, wat zou het leuk zijn als hij dat echtpaar even komt kijken. Hè? Dan kan ze ja, onze familie zien. Dan, hè, en gesprekken hebben met hoe het gaat. Hè? Mijn zoon die zat in de zending, in zendingswerk en zo. En, dus ik nodigde ze uit voor de verjaardag. Nee, ze geloofden niet in verjaardagen natuurlijk. Hè? Ik zei, nee, maar dan feliciteer je toch niet? Dan kom je gewoon op de koffie, gewoon even kennis maken. Ja hoor. En die kwamen, uit nieuwsgierigheid kwamen ze. Ook al leuke gesprekken kregen mijn kinderen met dat echtpaar. En toen Jammy met vakantie ging naar Canada, ik ging niet mee. Toen mocht ik daar komen eten met die mensen. En ze hielden van me. Ja, niet omdat het moest, nee. Ik merkte dat ze het geweldig waardeerden dat ze iemand buiten hun groepering hadden ontmoet die ook de Heer toegewijd was helemaal. Dat is me heel zelden dat ze die tegenkomen, denk ik. Nou ja, ik kan nog meer dingen vertellen van die tijd in Finsterwolde. Toen gingen we verhuizen naar Gent. We wonen nu in Gent, hè, in België. En we gaan naar een kleine gemeente. En er was een echtpaar en die vond dat in de gemeente te weinig bijbelstudie was. En toen hoorde ik dat ze aan het studeren gegaan waren met de Joodse getuigen. Eén keer in de week kregen ze bijbelstudie van Joodse getuigen. Ik denk, weet je wat, ik ga er naartoe. Ik vroeg aan ze, mag ik er ook bij zijn? Ja hoor, mag er ook wel bij zijn. Nou, toen heb ik een heel jaar of anderhalf jaar, denk ik, heb ik boekstudie met Joodse getuigen gedaan. Jongens, en dat was een vader met zijn schoonzoon, die deden dat. Zo'n sympathieke man. En hij kende zijn Bijbel echt van binnen en van buiten hoor. Hij had allemaal aantekeningen gemaakt en zo, dus hij wist heel veel. En door dat boekje wat we kregen, wat leert de Bijbel echt, heette dat. En het begin, dat was heel aardig, dat kon ik alleen, ja, prima. Maar ja, toen kregen we ook persoonlijke gesprekken over als je angstig bent, wat je dan moet doen. En als je onrecht ondergaat, wat doe je dan? Allemaal die dingen, waar ik ook wel eens over preek en zo. En ik legde dat uit met tekeningetjes, en hij vond het prachtig. Het sprak ze zo aan. En toen zei ik dat ik wel eens een keer, dat ik ook lezingen hield over seksualiteit en over het huwelijk en zo. Ik zeg, wil je er eens eentje zien? Nou, dat vond hij wel interessant. En wat heb ik gedaan, jullie kennen Gerrit en Clarieke wel, hè? Daar heb ik een video van een huwelijkssluiting. En ik heb daar gepreekt, ik heb een prachtige video van die preek, hè, over Efeze 5. Dus ik heb die man en zijn pleegzoon, heb ik die video gegeven. Nou man, ze hebben ervan gesmuld. Ik denk, hoe is dat mogelijk, hè? Die staan toch open voor goede dingen? Nou, en toen had ik ook die brochure van Het Grote Verschil. Ik heb ook alles op papier gezet over dat onderwerp. En dat gaf ik ze ook. En toen op een gegeven moment zei hij van, ja, ik heb zondag moet ik een lezing houden.
Heb je zin om te komen? Ik zei, nou, dat is goed. Dus met het andere echtpaar en ik gingen er naartoe. En toen kwam eerst zijn dochter naar me toe. Die dacht, ja, ik heb de brochure gelezen hoor, van het grote verschil. Prachtig, zei ze. En zijn vrouw, die had ik nog nooit ontmoet, die kwam naar me toe. Zei, ik herken u hoor. En die had dus naar de video gekeken van Gerrit en Clarieke. Dus ik denk, jongen, dat zijn open deuren, man. En, nou ja, ik kan nog veel meer dingen vertellen hoor. Maar het leuke is dat wanneer je ze aan de deur krijgt, dan is het, kom je tegenover een muur te staan en dan krijg je een heel verkeerde indruk. Wel een goede indruk natuurlijk van hun leer, dat het niet deugt, maar een verkeerde indruk van de mensen zelf. Maar ga je achter de schermen kijken, je gaat naar zo'n samenkomst toe, of je gaat naar zo'n congres. Ik zeg niet dat je het allemaal moet doen hoor. Maar wij hebben, Jammie en ik, die hebben het op ons hart. Jammie, je gaat niet graag mee, hoor, moet ze eerlijk zeggen. Dus het kost me altijd wat moeite. Dus, joh, ga nou mee, weet je wel, naar zo'n samenkomst een keer. Eén keer in de zoveel tijd. En dan gaat ze mee. En joh, dan krijgt ze zulke leuke gesprekken met die vrouwen daar. Gewoon over de kinderen en over school en over wat ze allemaal meemaken en zo. En ze onthoudt ook nog alles. Dus de volgende keer, als ze weer ziet, dan vraagt je, hoe is dat met zus en hoe is het nou met die en zo. En, nou, dat is echt... Ja, jongen, breekt me de weg niet open, zou ik zeggen, maar ik vind het zo, ik heb zo'n liefde voor die mensen. En ik merk dat ze liefde hebben voor mij ook, want ze merken dat je dus er ook helemaal voor gaat. Alleen, als je dan in zo'n samenkomst komt en ze horen dan dat je, en ze vragen, ja, waar ga je normaal naartoe? Dan vertel ik, ja, ik ga naar een andere samenkomst. Ja, maar hoe red je het dan zonder de middelen van ons genootschap, hè, je geloof? Nou, dan vertel ik over het hoofdkwartier in de hemel. He, dat ik geen aards hoofdkwartier heb, maar dat ik een hemels hoofdkwartier heb. En dat ze me hebben geleerd om direct uit de eerste hand te gaan leven. Dat als je je Bijbel hebt en je hebt een geloof in de Heer Jezus, ja, dan is Hij degene die je leraar wordt. En dat dan gaat een beetje wringen, want waar kom je dat nou tegen in de gemeente? Hè? Dat mensen echt uit de eerste hand leven. Ik heb er een keer over gepreekt hier ook, maar ik weet niet of het doorwerkt. Hè? Maar er zijn zo weinig christenen die... Echte christenen die uit de eerste hand leven, die leven ook allemaal van wat ze in preken en in boeken en op weekends en in samenkomsten aangereikt krijgen. Hè, maar waar zijn er degenen die echt door de Heer zelf onderwezen worden? Hè, die privéles hebben van God zelf, want jongens, we zijn zo ontzettend verschillend. En iedereen is zo anders dan een ander en jouw gezin is weer zo anders dan dat van mij. Dat je hebt privéles nodig van God zelf, natuurlijk je kan... Dus preken, luisteren en zo, maar dat is nooit helemaal toegesneden op jouw situatie. Dat kan alleen maar de Heer doen. Als je zijn woord leest, hè, er staat in de Timotheusbrief, hè, de tweede Timotheusbrief, in hoofdstuk 3, staat dat, hè, dat als je hè, dat het woord van God, zo, en het geloof in Jezus, dat is zaligheid. Dat is alles wat je nodig hebt. En dan deel je dat met elkaar, als je bij elkaar komt. Ja, want je hebt elkaar ook nodig, want jij bent zus, jij bent een ander lid van het lichaam van Christus dan ik. Ja, dus de Heer die geeft weer andere dingen aan mij, die aan jou misschien niet direct kwijt kan. Maar als je dan bij elkaar komt, dan ga je dat delen met elkaar. Ga je niet van elkaar uitzuigen van, jongens, ik weet dat ik moet nog meer. Nee, je gaat elkaar niet voeden, nee, je gaat elkaar bemoedigen en zegenen En je gaat datgene wat je uit Gods woord vindt, ga je met elkaar delen. Nou jongens, en dat ontbreekt daar. En dat ontbreekt ook vaak in de gemeente, denk ik. Want dat is ook de reden dat ik erover durf te praten. Dat is dat je eigenlijk dezelfde fouten die ik zie bij hen, dat je die zoveel voor ook ziet in de gemeente. En dat leer ik daardoor. Je hebt bijvoorbeeld onder die Jehoofsgetuigen heb je eigenlijk twee groepen. Twee soorten gelovigen. En dat zijn diegenen die uit angst voor Armageddon en voor het oordeel, hè, dat ze uit angst dat allemaal doen om toch een plekje te krijgen in de nieuwe wereld. En je hebt erbij die echt, dat heb je vooral in België, die Rooms-Katholieken die zo teleurgesteld zijn in de Roomse kerk. Hè, die willen echt voor God leven, maar niet meer in de Roomse kerk. En de enige alternatief wat ze hebben is dat die Joodse getuigen de deur komen. En die willen helemaal voor God leven en die zien dat als de enige mogelijkheid om zo ook voor God te gaan leven. He, dus je hebt er die dus, hoe moet ik dat tekenen, he, van het doel, dat is redding, zal ik maar zeggen, redding. He, en dan, dat is eigenlijk hun doel,
En de manier waarop ze het proberen te bereiken, dat is dan ja, dat ze gehoorzaam zijn aan God of aan het genootschap. Hè, dus werken, om zo te zeggen. Hè, dat is dan een beetje ja, hun doel. Nou, dat zijn de mensen waar je niet zoveel contact mee krijgt, moet ik zeggen. Want die hebben het alleen maar over de leer. En over hetgeen wat ze doen. Maar diegenen die echt God als doel hebben, een leven voor God. Zo. Kijk, dat zijn de mensen, en die daar hun Bijbel voor gebruiken ook. Dat zijn de mensen waar je een raakvlak mee hebt, want dat wil jij ook. En dat zijn de mensen, op een gegeven moment merk ik in al die jaren door, vanaf 50 jaar geleden tot nu, dat je met die categorie mensen krijg je zo'n goede band. En ik weet niet waar ik ze moet plaatsen geestelijk. Ik heb er nog nooit één echt tot bekering zien komen dat hij eruit gestapt is. Maar wel dat je een contact met hen krijgt en zij met jou. Die uitgaat boven het contact wat ze met hun eigen broeders en zusters hebben. En dat je merkt dat ze je 100% aanvaarden en jaloers zijn ook. En ik heb al vaak gemerkt dat ze eigenlijk bij jou, van jou willen horen dat het met hen, dat ze ook goed bezig zijn. Nou, dat is moeilijk om te zeggen dan natuurlijk. He, maar gewoon dat je die liefdeband die is er. En ik weet niet hoe de Heer. En ik denk jongens, ik denk echt dat als de Heer mij zo'n liefde in mijn hart geeft. Voor deze categorie mensen. Ik weet niet hoeveel miljoen er wel zijn. Even kijken. Ik had het ergens opgeschreven. Hoeveel miljoen Joodsgetuigen dat er wel zijn. Even kijken hoor. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Oh ja, 7 miljoen. 7 miljoen zijn er. Nou, in Gent alleen al 4.000 in de omgeving van Gent. Hè, omdat in België grijpt hij om zich heen. Hè, omdat ja, die mensen zijn zo teleurgesteld in de katholieke kerk. En dat zijn heel vaak serieuze, toegewijde mensen geweest. Ja, en die komen daar terecht. Hè, dus als de Heer toch zo'n liefde in mijn hart legt voor deze mensen, dan heb ik toch de vrijmoedigheid om te zeggen, mensen, God die heeft hen niet afgeschreven. En wij denken, ja, ze verkeerde leer, dan zijn ze vervloekt. Maar ze zijn de goede, trouw, dwalende mensen. We moeten ze niet afschrijven. Ja, sommigen kun je misschien afschrijven, maar heel veel van die mensen moet je niet afschrijven. En dan denk je, joh, wat zijn ze verschrikkelijk misleid. He, nou, dat woordje in bijvoorbeeld, he, dat zo belangrijk is, he, van in Christus zijn. En he, dat wordt ze ontnomen. He, ze leven met God, maar ze worden buiten de Heer Jezus gehouden. Heel bewust. He, en een van de middelen waardoor ze buiten de Heer Jezus worden gehouden, een intiem contact met Jezus, is dat ze natuurlijk nooit mogen bidden naar iemand anders dan Jehovah God. He, dus bidden met Jezus, tot Jezus, dat durven ze niet. He, maar een ander ding is dat ze dus het woordje in allemaal weg hebben vertaald. Ik heb hier de Joodse Getuigenbijbel. He, en dan als je dan dat stukje, he, dus wat ik net voorgelezen heb in Colossense bijvoorbeeld. Ik zal het je even voorlezen. Colossense 1. Colossense 1. En dan staat er dit. Paulus door Gods wil, een apostel van Christus Jezus en Timotheus onze broeder, aan de heilige en getrouwe broeders, en staat niet in Christus, maar in eendracht met Christus. Dus het woordje in, gewoon letterlijk van, ik ben in hem en hij is in mij. Dat wordt buiten bereik. Het wordt in eendracht met, dus Jezus wordt als het ware, dat is een stuk afstandelijker dan dat je in hem bent. Kun je je voorstellen? En zo'n heel hoofdstuk, hè, van de ware wijnstok bijvoorbeeld. Hè, dat er zo duidelijk staat. Hè, dat is zo'n mooi stuk. En ik vraag me af of wij dat dan ten volle echt beleven ook. Hè? Want als, kijk, zo'n secte is vaak een onbetaalde rekening van de kerk, van de gemeente. En ik merk dat als ik daar dan ben en ik ga zien van hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. En dan ga ik terug naar de gemeente overal en ik kom nog ergens. Denk je, waar zijn er de mensen die daar, ja, die veel meer hebben dan zij? Want we maken vaak dezelfde fout. Ze maken dezelfde fout. Even dat over dat. Johannes 15. Johannes 5, nou ja, dat is een heel bekend gedeelte natuurlijk, dus we kennen dat allemaal wel. Johannes 15.
Ik zal het even in de Joods Getuigenbijbel laten horen, dan weet je wat ik bedoel. Johannes 15. Kijk hoor. Ja. Ik vind het interessant eigenlijk om dat te horen. Het is toch nodig hoor, dat we bewogenheid krijgen met die mensen, in plaats van dat we een hekel aan ze krijgen en bang voor ze zijn. Ja, want ze hebben het nodig dat ze mensen ontmoeten waar ze Jezus bij proeven. En dat ze jaloers gemaakt worden. En dat kan. En ik durf het met mijn hele hart te zeggen, omdat ik merk dat als de Heer mij die liefde geeft voor die mensen, dan weet ik zeker, nou, dan heeft hij het niet afgeschreven, want anders zou ik dat niet hebben. Nou, Johannes 15. En ik heb hier nog nooit over gesproken hoor, in een samenkomst. En ik hoop echt dat dit een soort van mijlpaal is. Dat er mensen zullen komen die net zoals met de islam, dat de Heer ook zich daar openbaart, dat we ook gaan bidden voor die grote groep toegewijde, misleide mensen. Ik noem het toch wel misleide mensen. Nou, Johannes 15. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landbouwer. Elke rank aan mij, dat zat in mij in het oorspronkelijke, die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt hij, zodat ze meer vrucht mag dragen. Gij zijt reeds rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf, staat Jezus zich, blijf in mij, nee, blijf in eendracht met mij en ik in eendracht met u. En nou, dat het hele stukje gaat op die manier. Hè? Dus dat hele idee van dat je in hem geborgen bent, dat hij in jou is en jij in mij, voor mij is het zo belangrijk om op die manier met God om te gaan. Dat je weet, God is niet daar en ik ben hier. Nee, dat ik in hem ben en hij in mij is en dat ik zo met hem kan praten en dat ik zo uit hem mag spreken ook. Dat hij die in mij is meer is dan die in de wereld is. En dat je nooit zorgen hoeft te maken over of de Heer wel zegenen wil als hij gaat spreken, omdat hij het is die het in je bewerkt. Dat zijn allemaal zulke rustgevende gedachten. Als je morgens wakker wordt en de angst overvalt je, of melancholie zoals ik dat vaak heb, dat je er meteen kan overschouwen, ik ben in hem en hij is in mij. Weg is het, de melancholie. Hoe is het mogelijk? En dat wil je graag dat iedereen dat beleeft, maar er zijn, blijkt ook, heel weinig echte evangelische christenen die dit ook beleven. Nou, dan heb je zo weinig meer dan dat zij hebben eigenlijk. Een ander ding. Ja, ik kan niet uitgebreid alles vertellen. Maar een ander ding is ook dat je zegt, jongens, hoe is het toch erg, hè? Dat die mensen, die vader bijvoorbeeld, die schoonzoon, die is een man met zoveel capaciteiten. Maar die kan zich nooit ontplooien. De Heer die kan hem nooit iets geven, direct, want hij moet het allemaal hebben van de dingen van het genootschap. En als hij een lezing houdt, ja, dan krijgt hij zijn hele referaat krijgt hij voor zich en hoeft hij alleen maar een beetje persoonlijke dingetjes aan toe te voegen en dan leest hij daarvoor. Dan denk je, wat een potentieel gaat er verloren op die manier. En dan denk je, nou, wat verschrikkelijk is het dat ze alles uit de tweede hand ontvangen, die mensen. Maar denk je, in de gemeente, hoeveel mensen zijn er nou die wel uit de eerste hand alles ontvangen? Nee, want gebeurt er, dat heb ik ook wel eens vaker verteld hier hoor, maar dat houdt me zo bezig. Kijk, dit is de gemeente. Je kent de tekening hier misschien nog wel van de vorige keer, hoop ik. Dit is de gemeente, dat zijn jong en oud, rijp en groen. En intelligent en minder intelligent. En manisch en depressief. En van alles zit ertussen, hè. In deze groep. Allemaal heel verschillend. Opleidingen zijn anders. En elk een is totaal verschillend van de ander. En dan is er de voorganger. Zo, die wordt ervoor betaald of die wordt uitgenodigd. Hè? En dan is de bedoeling dat hij op zondags. Oh, dat is geen bloed hoor. Het is. Het is de bedoeling dat hij dus de gemeente precies datgene geeft wat ze nodig hebben. In een uur tijd, hè, één keer in de week. En misschien ook door de week nog op een bijbelkringetje. He, dus hij moet iedereen het zijne geven. En dan ga je er maar vanuit dat hij dat dan uit de eerste hand heeft ontvangen. Maar dat is ook vaak niet het geval. He, want hij heeft ook boeken waar hij het uithaalt. Of preken die hij leest. Of seminars waar hij geweest is. Of ook weekends of zo. Andere predikers waar hij naar luistert. Dus dat is maar de vraag of hij het uit de eerste hand heeft. Maar zij allemaal leven niet uit de eerste hand. Maar die moeten het allemaal hebben van. Ja, dat is net een trechtertje waar het doorheen moet.
En hij kan, dat is Gods onmogelijk, dat hij nou precies voor iedereen het juiste woord heeft voor een hele week. Dat kan helemaal niet. Ja, maar er zijn toch voorgangers, die zijn toch door de Heere gegeven, hè? Leraars en herders en evangelisten en apostelen en profeten, ja. Maar met één doel, en het is dat ze de gelovigen leren om zelfstandig met hen, een directe lijn met God te krijgen. Ze moeten de gemeente leren om zelf hun Bijbel te gebruiken en zelf bij de echte leraar aan te kloppen, zodat ze privéles krijgen van God zelf. Ja, maar dit is al heel zelden in de gemeente dat je ziet dat alle gemeenteleden zo leven. En de meesten die komen naar de gemeente, als ik zou vragen, jongens, waarom komen jullie naar de samenkomst? Ja, om gevoed te worden. Mensen, het is toch belachelijk dat je hier gevoed moet worden. Degene die voedsel verstrekt is God zelf. En je moet dagelijks gevoed worden door Gods woord en door zijn geest. En als je het hiermee doet, alleen maar met wat je hier ontvangt. Nou ja, het kan een goede preek wezen misschien. Maar het is krik en mikken vergeleken bij wat je kan ontvangen als de Heere echt, als je met de Heere echt leeft en dat Hij je leraar wordt. Nou, dat ontbreekt bij die hoofdgetuigen, maar ik zie dat in de gemeente is het precies hetzelfde. En bij hun is het misschien nog wel beter dan hier, of in de gemeente, in de evangelische gemeente, want dat zeggen zij tegen mij, van ja, en ik heb een chaos, hè, als iedereen gewoon gaat preken wat hij van de Heere zogenaamd ontvangt. En dan bedoelen ze mee, nou de een die haalt het uit die boeken, en de andere haalt het uit andere boeken, en daar heb je al die verdeeldheid, van de een zegt dit en de ander zegt dat. Hè, maar ons genootschap, allemaal hetzelfde, uit dezelfde bron, hè, dan krijg je geen ruzie met elkaar, en iedereen met elkaar eens, grote eenheid met elkaar. Dan denk je, ja, nou die eenheid is er natuurlijk wel. Als iedereen naar hetzelfde praatje luistert, en iedereen doet precies wat erin gezegd wordt, is er een grote eenheid met elkaar. Hè, maar die verdeeldheid onder christenen, die zij eigenlijk constateren, dat komt omdat we toch te veel, ook uit de tweede hand leven, maar dan allemaal van verschillende predikers. En de een dit en de ander dat, allemaal verschillende denominaties, allemaal verschillende theologieën en zo. Nou, daar krijgen zij een staart van en zeggen, nou, ga mij het genootschap van mij. Maar als we echt leren om zo te leven, en er zijn anderen in een andere gemeente, misschien met een andere theologie, een andere geloofscultuur of wat dan ook. Hè, en die leven echt. Die hebben echt geleerd om ook zo te leven. Zo. Kijk, en dat. Die hebben contact met elkaar. Die zijn één met elkaar. Want die hebben dezelfde leraar. En dat merk je ook. Hè, als je ergens komt, dan ontmoet je mensen die ook de Heer toegewijd zijn. En dan klikt het. Zeg, oh, hij heeft hetzelfde leven als ik. Je denkt over allerlei dingen verschillend misschien. Hè, maar het leven is hetzelfde. En je merkt dat de Heer ook zijn leraar is en zijn meester. En nou, je noem maar op. Dan krijg je een enorme eenheid wanneer je zo leeft. Ja, maar dat is eigenlijk de onbetaalde rekening die Joost getuigen. Dat ze zeggen, ja, ga mij maar onze idee. Dan hebben we allemaal hetzelfde. We hebben nooit ruzie met elkaar. Maar het gaat wel ten koste van je individualiteit natuurlijk. Ja, want we zijn niet allemaal hetzelfde. Dat is bij hun wel zo. Iedereen denkt hetzelfde. Iedereen doet hetzelfde. En er is geen particulier initiatief. He, ik ken nog verschillende mensen die van denken, oh, wat een capaciteit heeft die. Die komen nooit tot ontplooiing. Maar dat is in de gemeente ook vaak zo. Geestelijk dan, hè. Tot ontplooiing komen we allemaal wel, hè. Wat ons dagelijks werk betreft. Er zit geweldig dynamiek in. Maar ons geestelijk leven is vaak statisch. Er zit geen beweging in. Nou, nog één dingetje. Ja, bijvoorbeeld, ze zeggen ook, hè, van wat is eeuwig leven nou eigenlijk? Nou, wij zeggen eeuwig leven. Weet je wat het eeuwig leven is? Weet je wat het eeuwig leven is? Definitie van eeuwig leven. Liedje van Ellie en Rickert. Dit nu is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, heren. Hè, en die gij gezonden hebt. Ja, dat staat in Johannes 17. Hè. Dit nu is het eeuwige leven. Johannes 17. Het kennen van Jezus, daar hangt alles van af. Ken je hem, dan heb je alles. Ken je hem niet, dan heb je niks. Johannes 17. Johannes 17. Vers. Even kijken. Vers 3. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. U kennen, dat is
diepe gemeenschap hebben met, hè? Dat gaat niet over het kennen, nou ja, een beetje oppervlakkig. Nee, als de Bijbel spreekt over kennen van iemand, hè, ook seksuele gemeenschap wordt zo omschreven, het bekennen, het kennen van een ander. Hè, dat is een diepe gemeenschap hebben met, dat is echt elkaar door en door leren kennen. En één zijn met elkaar. En dan moet je kijken wat ze dan ervan gemaakt hebben in hun nieuwe vertaling. Johannes 17. Ik had het papiertje bij moeten leggen, hè? Maar goed. Johannes 17. Ik blijf al binnen de tijd, hoor, even goed, denk ik, vandaag. Vers 3. Dit betekent eeuwig leven. En moet je kijken wat ze dan zeggen. Dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Christus, Jezus Christus. Dus voor hem is het eeuwige leven, dat is kennis opdoen, over. En dat is de reden dat ze 3 dagen lang met echt volle aandacht naar al die preken zitten te luisteren. Want dat is voor hun eeuwig leven. Dat is voor hen deel hebben aan het eeuwige leven. Zo vullen ze dat in. En dan wij. He, wij, wat doen wij nou? He, dat Paulus bijvoorbeeld, nadat hij zulke geweldige dingen had gezien in de derde hemel, schreef hij van dat hij maar 1 passie had, dat hij alles opgaf om Jezus te leren kennen. Daar was hij constant mee bezig, het kennen van Jezus, het zoeken van Jezus. Er is een boek dat heet The God Chasers, de Godzoekers. Jongens, er zijn er bijna niet in de evangelische wereld echt die God zoeken. Meer van Jezus willen weten, meer van Jezus willen ontvangen, meer van Jezus willen beseffen. En ik sluit me daar zelf bij in. Waar ben ik er nou mee bezig? He, daar ben ik nog steeds in beweging. Dat ik, als ik nou weer terugkijk, dat ik weer veel meer van Jezus weet en veel meer van Jezus heb ervaren en veel meer zicht heb op wat Hij is en wie Hij is. He, dat is het laatste dat ik doe. Ik werd de laatste paar dagen werd ik bepaald bij, ook bij de Colossensebrief. Daarom heb ik ook dat beginnetje voorgelezen. Colossense. En als je dat alleen al leest, denk je, jongens, waar zijn we mee bezig? Wat ken ik de Heer Jezus nou toch eigenlijk nog? Colossense. Hoofdstuk 1. En dan vanaf vers 15. Moet je dat eens lezen. Het gaat over Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Nou, dat alleen al. Beseffen we het nou eigenlijk. Alle dingen, hè, die blaadjes van de ligustrum daar en die bloemetjes die eraan zitten, heeft Jezus geschapen. Hè, alles wat je om je heen ziet. Nou ja, dat is duizelingwekkend als je dat gaat beseffen. Jongens, ik besef het niet half. Nou, nog een fractie ervan. Dat hij de schepper is van alle dingen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is de onderhouder van alle dingen ook. Als hij even zijn aandacht er niet aan zou geven, dan zou alles in elkaar zakken. Dan was er niks meer over. Dat wij hier zitten, dat is Gods genade, dat is Jezus die God gegeven heeft, die ons, ons leven geeft en alles onderhoudt. En, nou ja, dat zijn toch dingen die je niet beseft. Maar daar moeten we toch mee bezig zijn om te zeggen, Heer, ik wil er toch meer van beseffen. Ik zeg het ook tegen mezelf nu, hoor. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dus degene die dat allemaal geschapen heeft, daar ben ik een stukje van. Snap je een beetje? Wat een oppervlakkige kennis heb ik nou van de Heer Jezus. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis,
alle dingen weer met zich te verzoenen. God die heeft alle dingen, hè, dus alles wat verpest is en verzondigd is en zo, hij heeft in principe, heeft hij zich verzoend met alles. En hij vraagt aan ons, jongens, willen jullie verzoend zijn eigenlijk met mij? En willen jullie wel in mij en ik in jullie? En wil je gaan beseffen wat het betekent om kinderen van de Allerhoogste te zijn? Wat maak je toch druk over allerlei dingen? Nogmaals, ik zeg het tegen mezelf, want ik heb zelf ook nog geen idee. Door hem, hetzij wat op aarde, hetzij in de hemelen is. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weer verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood. En dan komt het om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien gij slechts gegrond, welgegrond en standvastig blijft in het geloof. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt. En dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Jongens, we denken dat Joods getuigenissen slecht af zijn. Nou, dat is ook zo. Maar laten wij genoeg zien dat het ook anders kan. En zijn we er wel mee bezig ook. Want, hoe staat het ook alweer? De ketel, nee, de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Nou, zo kun je toch stellen eigenlijk. Ja, en wat zie je, de balk, of de splinter in het oog van een ander, en heb je de balk niet in de gaten in je eigen oog? Dan laten we toch eens wat milder zijn met ons oordeel. En voordat we deze mensen echt jaloers kunnen maken, moeten we ons wel heel wat veranderen hoor, in het algemeen. En bij mij ook. Maar ik heb gemerkt dat de Heere zijn getuigenis geeft aan je, als je deze mensen echt met liefde tegemoet treedt. En dat ze iets kunnen proeven van hetgeen wat je dan wel hebt. Ja, want dat is al genoeg om hen jaloers te maken. Daar ben ik van overtuigd. Merk ik. Ik ben een beetje een rare preek geworden. Hè? Ja. Maar ik hoop echt dat... En het komt ook op internet. Ik hoop dat anderen het ook zien. En dat er een heel nieuw zendingsterrein ontsloten gaat worden. Voor de gemeente. Want we hebben allemaal krijgen met ze te maken. Het is niet zo dat je naar een vreemd land hoeft of zo. Nee, ze komen bij je aan de deur. En dan ga er eens een keer, ja, dan moet je hier een keer een samenkomst missen. Maar ga er eens een keer, als je dat op je hart krijgt, een keer naar zo'n samenkomst toe. Dan krijg je heel andere mensen te zien. En dan merk je, jongens, er is helemaal niet zoveel verschil. Ja, heel grote verschillen hoor. Ja, een paar dingen laten zien. Maar ik hoop echt dat er een bres geslagen wordt door die dikke muur van het isolement waarin ze zitten. En ik bid, nou, praktisch elke dag, voor het besturende lichaam, degene die daar het hoofd van vormen. Ik heb een boek gelezen van iemand die als besturend persoon, van een van de gezalde klassen, die eruit is gezet, een broeder Frans, met een zet aan het eind, die heeft een boek geschreven over zijn ervaringen binnen dat besturende lichaam. En dan krijg je toch de indruk dat het zijn geen zakkenvullers die daar zitten. Wat je heel vaak hebt in secten, dat degene die aan het hoofd staat, in de evangelische wereld heb je ook van die mensen, dat zijn gewoon zakkenvullers. Met al hun geweldige preken die ze houden. Maar die niet. Het zijn toch mensen die op een of andere manier denken dat ze goed bezig zijn. En ze hebben ook het recht om te weten van ja, dat het ook anders is. Maar er moet voor gebeden worden voor die mensen gewoon. Net zoals voor de islamieten, voor de moslims. En dan kan de Heer ook dezelfde wonderen doen als onder de moslims. Dat hij zichzelf gaat openbaren aan diegenen die oprecht eerlijk waarheid zoeken. Als je nog vragen hebt of zo hierover, je mag me mailen. Als je zegt, ja, ik wil er toch wat meer van weten, van wat ik moet doen en zo, dan mail me dan maar. En er zijn mensen die, Ben die heeft een mailadres, dan moet je maar een Ben vragen. En dit praatje komt ook op internet, baase.com, en dan / en dan onder Hardingsveld Giessendam. En dan kun je zelf kiezen naar welk praatje. Video je wil luisteren. Ik hoop dat het allemaal lukt vandaag. Zo even stil zijn, dat iedereen even reageert over de Heer. Wat betreft zijn eigen geestelijke armoe misschien. En dat je schuld moet belijden van Heer. Kijk maar wat de Heer op je hart legt. Even stil zijn.